Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 17 januari. Ik heb om 9 uur zangles. En ik had zangles verplaatst. Want er was dus vakantie. Dus ik zou eigenlijk 10 januari weer beginnen. Alleen Karel vroeg dus of ik kon oppassen. Dus ik heb gevraagd of ik het een weekje op kon schuiven. Omdat ik dus maar één keer in de twee weken zangles heb. Dus, en dat was oké. Maar het voelt echt alsof het jaren geleden is. Terwijl het was wel vorig jaar en het was voor de kerstvakantie. Dus het is ook echt wel, nou ja, meer dan een maand geleden denk ik. Oh, wat is het weer statisch. Kijk nou. Oh, wat verschrikkelijk. Ik heb er echt wel weer zin in. Ik heb alleen niet heel hard nagedacht over een nieuw liedje. Terwijl dat had ik wel moeten doen. Maar ja, dat is me even ontschoten. En toen ik gisteren in bed lag, toen heb ik even mijn lijstje doorgekeken. Ik heb een lijstje op mijn telefoon met nummers. En toen dacht ik, oké, ik moet er nu één uitkiezen die ik eigenlijk al goed ken, zeg maar. Ik kan niet een liedje doen wat ik niet zo goed ken. Dus ik denk dat het liedje van Gressip wordt. Die niet per se heel uitdagend is, maar soms denk ik dat. En dan vindt Joke, zeg maar, wel weer een uitdaging erin waarvan ik dacht, oh, ja. Dus nou ja, ik ga eventjes, ik heb even een makkelijk outfitje aan. Gewoon een lekkere flared, bruine flared met mijn oranje trui. Komt dit nog goed? Ik denk het wel. En ja, wat voor schoenen doe ik hier eigenlijk onder aan? Dat is een goeie. Dat weet ik even niet. Ik ga me opmaken. En dan ga ik die kant op. Even lekker een krentenbolletje. Even lekker krentenbolletje. Ik ga jullie daarna eten geven, schatjes. Want anders weet ik het wel weer. Dan houden jullie de dag niet vol. Ik was iets te vroeg en ik dacht ik ga gewoon. Want boeien. Nou, ik ben blij, want voorlopig zie ik nog niks. Ik moet de blazen nog wel even aanhouden. Oeh, ik rook gewoon in de auto. Heftig. Nou ja, oké. Okay. Arizona sky, burning in your eye. You look at me and babe, I wanna catch on fire. So when I'm all choked up and I can't find the words. When the sun goes down in the bed. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, the part of me that you will never die. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us. This way. Het is leuk om soms even terug te pakken naar iets ouds. Om in eerste instantie te merken welke stappen je al hebt gezet die je nu, nou ja, soort van zo uit je mouw schudt. Ja. Maar wat er nu gewoon, wat nu onderdeel is van jezelf. Kan jij benoemen wat dat is? Het ging vanaf het begin dat ik dacht, ik moet een beetje blijven sparen, anders kom ik aan het einde niet meer uit. Ja. Dus ik moest me inhouden. Mm-hmm. Ik had veel momenten dat ik dacht, niet te veel vibrato erop gooien. Ja. Veel bij mijn spreekstem blijven en voorin met de klank. Zeker. Was ik ook aan het denken. Zeker. Ook goed gelukt. Ja, dat was wel een beetje gelukt. Nou, kijk. Hoe was het kopstemstuk? Eerst? Ja, wel heel anders. Heel anders, ja. Dat is misschien wel een van de grootste verschillen. Don't make it so hard, just run. On the other side of town. There has to be a better way. I don't like it, but there's nothing left to say. I just can't get it together. From now and then I'm losing my mind.
does it ever get any better? 'Cause I'll be with you the rest of my life. Oh my life, oh my life. Weet je wat zo stom is? Ik ben stom. Als ik er dan weer helemaal uit ben, zo'n maandje, dan wil ik dus niet meer. Dan heb ik een soort van terugval naar... Huh? Terwijl ik heb het zo leuk gehad met die jam sessie en zo. En ik ben steeds relaxter met zingen. Ik ben eigenlijk helemaal ook niet zenuwachtig. Dat was ik nu ook niet. Dus wat maakt het verschil? Het verschil maakt dat ik dus voel dat ik beoordeeld word tijdens zangles. En dat zorgt ervoor dat ik denk... Huh? Ik wil niet meer. Maar nu ben ik geweest en nu heb ik het weer geweldig gehad. Dus ik denk dat het er nu ook wel weer af is. Dat ik volgende week gewoon weer denk... Ah, wat is het toch heerlijk. Want het is ook, ondanks dat zij er natuurlijk is om te oordelen en mij verder te helpen... Ja, doet ze het niet om mij te pesten of wat dan ook. En ik weet dat zij ook heel trots op mij is en dat ze ook heel juist bevestigend kan zijn. Maar ik... Ja, man, het kost me weer een bak aan energie. Gewoon vanuit eigen onzekerheid. Die totaal niet nodig is. Maar daar mag ik mezelf ook best aan herinneren. Ik had een berichtje van mijn oma of ik vanmiddag langs kan komen. Want ze krijgen morgen kijkers voor het huis. En of ik even kan helpen om door het huis heen te gaan. Wat laatste dingen netjes te maken, schoon te maken. Zeg, dan eten we samen. En dan kunnen we misschien een spelletje doen. Alleen ik heb vanavond met Sterren afgesproken... niet om te eten. Dus ik heb gezegd van ik kan eventueel wel komen rond een uurtje of vier. Maar ik moet wel om 7 uur weer richting huis. Dus even afwachten wat ze dan zegt. Ze is vanochtend al bij mijn opa geweest in het ziekenhuis. Ja, alles stabiel, weinig veranderd. Gewoon herstellende aan het antibiotica-infuus. Maar ik ga Sterren ook niet afzeggen, want dat stond al gepland. Dus dat vind ik ook zo wat... Oh, dit is echt zo'n rotstraatje. Dat je denkt, hadden ze er niet nog even een halve metertje aan kunnen plakken. Maar het is weer gelukt. Oké, jongens, wat ga ik doen? Ik moet heel even nadenken, want als ik dan dus vanavond bij mijn oma eet... dan hoef ik op zich ook niet echt iets te halen nu. Nee, kom goed. Ik ga gewoon lekker naar huis. Katjes eten geven. Hoe laat is het? Oh, 9:30 pas. Oh, oké. Er komt iemand aan de deur. Leuk, jong. Ik zeg... Hey, we komen de kelder leegzuigen. En ik kijk naar hem aan. De kelder leegzuigen. Hij zegt, ja, die staat vol met water. Heb je het niet gezien? En ik heb echt al een soort van... paniekmoment van... Nee, heb ik niet gezien. Dus ik zit al in mijn hoofd even na te gaan. Wat staat daar? Wat kon kapot? Ik denk, nee, oké. Hij zegt, ja, wil je de deur open doen? Ik zeg, tuurlijk. En op dat moment volgende paniek. Nou, het is nogal een bende in mijn... Het is wel een georganiseerde bende, maar er staat nog steeds superveel papier. En afgelopen zondag was, of maandag was dan weer papier, ben ik het weer vergeten. En dan heb ik het dus, krijg ik letterlijk een alarm. Alleen dan krijg ik dat alarm op het moment dat ik niet thuis ben. Want heel vaak, zondagavond, eet ik nooit thuis op zondagavond. Ik eet altijd ergens anders. Dus dan krijg ik dat alarm. En ik denk, oh ja, dat moet ik zo doen als ik thuis kom. 3 keer raden wie dat dan weer niet doet. Dus er staat letterlijk de halve berging staat vol met papier. Dus nou, dat kan wel wat water hebben, dat scheelt. En dus ik loop naar beneden en ik zie al dat het water zeg maar aan mijn voeten staat. Je kan het nu horen. Maar ik zie ook dat het voor mijn deur ophoudt. Dus ik denk, oh, misschien ben ik wel goed weggekomen. Dus ik doe de deur open en inderdaad, mijn hele berging is nog droog. Dus ik zeg tegen hem... Ik heb de deur voor je opengelaten. Ik zeg, maar volgens mij is mijn berging gewoon droog. Hij zegt, mooi, dan ben ik snel klaar. Ik zeg, het is wel teringbende, sorry. Hij zegt, nou, dan ben ik wel gewend. Maar ik vind het wel leuk dat ik een keer echt gewoon als enige... Ik zit helemaal in het hoekje achterin. En als enige was mijn berging nog droog. Terwijl waarschijnlijk ben ik... Dus ik vind het wel weer sneu voor de buren. Want ik ben een van de weinigen, denk ik, die de berging echt gebruikt voor... Dingen waarvan ik denk, ja, waarom staan die er eigenlijk nog? Het meeste moet naar de sloop. Er staat een oude koelkast van mijn broer, die wel nog gewoon werkt. En die hij mee wilde nemen naar het nieuwe huis voor in de schuur of wat dan ook. En uiteindelijk zei hij, nou nee, ik hoef hem niet meer. Dat ik dacht, ja, nu zit ik met jouw koelkast, bedankt. Mijn oude kleine koelkast staat er nog. Het oude bureau staat er. Er staat een oude kattenbak. Mijn koffer, nou dat kattenvoer staat dan hoog. Er staan nog een paar oude dozen van spullen vanuit nog mijn ouders
huis. Dus zeg maar ouderlijk huis wat mijn vader daar heeft neergezet. Maar ja, waar ik dus in afgelopen 7 jaar nooit heb opengemaakt. Dus volgens mij, ja, het zijn ook wel herinneringen en dingen. We zitten in plastic boxen. Dus die hadden het ook overleefd. Nou, in ieder geval, het moment dat ik hier op een dag wegga, gaat waarschijnlijk 80% van die hele berg naar de stort. Maar ja, op een of andere manier is dat dan ook iets wat je uitstelt. En dat je denkt, dat is een probleem voor later. Ik heb even een banaantje en een sinaasappeltje op. En ik zit dus op een bestelling te wachten. Want die wil ik graag proberen. Maar die komt pas rond 12:30. Dus ja, ik zit een beetje te twijfelen of ik dan alvast wat ga eten. Ja, het is ook pas letterlijk maar over 10. Dus het is ook nog geen lunchtijd. Maar ja, ik ben gewoon een beetje hongerig vandaag. Even lezen wat ik nog niet opengemaakt heb. Beste Sophie, super dat je de nieuwste lijn gaat proberen. We zijn benieuwd naar je bevindingen. Leuk. Nou ja. Oké. Wat ga ik doen? Ik weet het niet. Ik ben helemaal rijstwafels met pindakaas. Laat ik dat gewoon doen. Ik heel even een momentje voor Coro. Holy comoly. Ik had deze nog niet geprobeerd. Ik dacht, oh, die ga ik op mijn rijstwafel doen. Ik heb 1 hap genomen. Dit is de lekkerste spread die ik ooit op heb. Ik zou dit gewoon bijna met een lepel eruit kunnen lepelen. En ik vind het heel moeilijk om te omschrijven. Dit is zo lekker. Het is echt een beetje... Nou, het is ook, het heeft weer een beetje pizza vibes, maar ook weer niet. En dat is ook wel logisch, want het is tomaat met basilicum. Maar het is zo lekker. Ik heb dus ook gelijk even een croissantje opgepiept. Die ga ik hier ook mee doen. 100%. Wow. En het is ook zo'n mega lekkere grote pot. Ik probeer een beetje achter te komen wat er nog meer in zit. Maar even kijken. Het is Duits, Frans of Italiaans. En daar ben ik allemaal niet zo goed in. Oh, het is ook Engels. Tomaten, zonnebloemenolie, tomatenpasta, limoenjuice, het is even moeilijk, apple vinegar, agave siroop, onion powder. En volgens mij is het echt voornamelijk inderdaad gewoon de tomaat. Maar het is echt, oh, 10 punten. Dit wordt echt mijn nieuwe verslaving. Yes, mijn pakketje is binnen en ik kreeg deze tip van ME. En het komt van... Waar komt het ook weer vandaan? My protein. Want ik gebruik dus nu voor die skeer shake aanmaak limonade. Wat, nou ja, niet per se de beste keuze is. Omdat het voornamelijk suiker is. En vaak ook veel dingen in toegevoegd zijn die niet per se goed voor je zijn. En dit is dus een betere vervanger. Die zag zij. Zei ze, ik moest gelijk aan jou denken. En toen dacht ik, ja, dit ga ik proberen. Kijk, doosje, het is heel klein, ik pas je niet in, maar je mag het wel proberen. Dit zijn flavor drops, 0 calorieën en 0 sugar. En, om het nog mooier te maken, ik heb banaan. En als er iets is in mijn leven waar ik echt heel erg van geniet, is het alles met bananensmaak. Ik hou gewoon heel erg van banaan. Heb je bananen aanmaak? Volgens mij niet. Heb ik echt nog nooit gezien. Ik heb ook gewoon strawberry gedaan. Omdat ik dacht, dat is een beetje de go-to die ik nu doe. En ja, misschien stop ik dit wel in de skeer. Weet ik veel. Vind ik het helemaal niet lekker. Ze waren volgens mij iets van 7 euro per potje. En er gaan 100 servings uit, staat er. Tussen de 7 en 10 druppels. Hoe is het? Ik ruik deze gewoon al door de verpakking heen. Ho, deze ook. Oeh. Nou, ik ben benieuwd. Dus het is in ieder geval een betere vervanging dan voor wat ik nu heb. Ook hier zitten wel weer zoetmakers in hoor. Dus ja, je ontkomt er ook niet helemaal aan. Maar ik vond wel, ik was te nieuwsgierig. Ik dacht ik wil het wel proberen. En ik heb dus vandaag mijn shake ook nog niet gemaakt. Zal ik eerst de druppels erin doen? Ik ga banaan doen. 10 tot 7 druppels. Het heeft wel een vies kleurtje. Oh, holy camoly. Het is echt sterke shit. Ik begin even met 7. Dat was al wel zo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Niet normaal, wat is dit sterk. Oh, mijn hele keuken ruikt naar banaan. Wel lekker. Oké, die skeer er bovenop. Ik moet zeggen dat de bananensmaak geur nu best wel weer weg is. Dat ik denk, zit er wel genoeg in? Nee, ik proef helemaal geen banaan. Misschien... Oh, hij zit er niet goed op. Ik heb het zo vaak dat die dop er dan niet goed op zit. En dan begin ik gewoon te schudden en dan vliegt het weer overal heen. Oké, ik denk toch dat ik meer nodig heb. Het is natuurlijk ook echt een halve liter skeer, hè. 500 gram is geen halve liter trouwens. Ik wil er echt smaakje aan hebben, anders vind ik het moeilijk. Ik ga nog een keer. Ja, eigenlijk stond er... Ja, boeien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat was stiekem 7. Daar ging er nog eentje in. Want... Het moet wel lekker zijn. Nou ja, als dit het niet is, is het ook oké. Dan blijf ik gewoon bij de aanmaak. Maar ik dacht, als het een betere vervanger is, waarom niet? Goed blijven schudden. Nu ruik ik banaan. Ja, nu proef ik het wel. Ja, lekker. Oh, ja, dit is heel lekker. Dit is echt, echt bananenmilkshake. Oh, nou, wat een top uitvinding. Al is het alleen maar om de smaak. Lekker hoor. Ik hou gewoon van banaan. Terwijl, ik hou eigenlijk van iedere soort vrucht. Maar banaan, ook gewoon zeg maar qua snoep en zo. Altijd, als het naar banaan smaakt, love it. Bananentaart, love it. Terwijl, zoveel bananentaart bestaat er niet. De bananen... Hoe heet dat ook weer? Zo'n mokop, maar dan als banaan. Nou, hoe heet dat nou? Nou ja, in ieder geval. Die hadden wij nooit altijd. Of die hebben ze eigenlijk nog steeds. Die eet ik alleen nooit meer. Vind ik ook heel lekker. Mijn vader is ook echt van bananen. Ook van die snoepbanaantjes en zo. Ik heb het van hem, denk ik. Kom maar, Trap. Ga eruit. We hebben het hele huis uitgekookt. En nu hebben we lekker pasta. En oomsie heeft lekker een kipje. Want opie lust geen kip. Juist. En opie is er niet. Dus nu kan omie zoveel kip eten als ze wil. Hij heeft ook een cake. Kijk. Lekker veel groentjes erin voor Sophie. Lekker klikjes eten samen. Dat is pas gezellig. Ik ben ondertussen terug onderweg naar huis. Ik ben mijn zwemspullen vergeten. Dat is niet zo handig, want Ster en ik gaan eerst zwemmen samen. Dus die ga ik nu even ophalen, maar ik heb tijd zat. Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben nu weer fase 10 gespeeld. Ik kan het niet meer. En ik ga het nog heel vaak doen, want het is mijn oma's favoriete spel. Maar ik ben zo klaar met dat spel. We hebben ook nog een spelletje Skipbo gedaan. Daar ben ik dan nog niet klaar mee. Maar zij geniet zo van dat spel. Dus ja, weet je, dan geniet ik ook van haar. En als ik er eenmaal weer in zit... Dan vind ik het ook wel weer leuk. Maar op het moment dat ze dan zegt, oh, zullen we nog even fase 10? Dan ergens in mijn hoofd komt er dan kortsluiting. Ik denk, niet meer, niet meer, niet meer. Maar ik doe het voor haar. Echt. Al moet ik nog, hopelijk nog 10 jaar van mijn leven doen. Voor haar doe ik dat. Ah, mensenkinderen. Ik heb wel heerlijk gegeten, maar weer veel te veel. Ze trok ook nog chips open natuurlijk. Dus ik had al een halve zak chips weg zitten eten. En toen gingen we pasta eten. En dacht ik, wauw. Oh, ik ben blij als ik straks met mijn volle buik in het water lig. Ja, dat is het fijne van het water. Dan voel je dat even niet meer. Nou, dus. Het was echt weer super gezellig. Ik ben blij dat ik heb kunnen helpen. En laten we een schietgebedje doen dat morgen verkocht mag worden. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Ik heb mijn bed gehaald. Mijn haar is weer volledig verpest door het zwemmen. Maar het was niet zo druk. Het was gewoon goed te doen. Ik zei nog tegen Ster, ik zeg, oh, het was gisteren zo erg. Als het vandaag weer zo is, ja, dan wordt het heftig hoor, een uur. Maar we hadden alle ruimte, maar het was echt super relaxed. En nu ga ik slapen als een roos. Ik ben kapot. Het is echt, het is niet normaal. Ik was al moe voor het zwemmen. Ik denk omdat ik gewoon
Ik was ook voor de wekker wakker en ik sliep heel onrustig. Ik heb heel veel gedroomd. Ik heb gedroomd dat ik gala-jurk ging passen met Birdie. Dat ik zwanger was van een tweeling. Het ging echt alle kanten op. Dus ja, ik ga even lekker mijn slaap inhalen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken.